Als je op je 104e jaardag nog een Hennessy kan drinken, is het een zegen. Dat heeft Hetty van Oorsooi vandaag gedaan tijdens de viering van haar geboortedag. In klein verband is ze gaan uiteten en voor het eten moest ze cognac proeven. Hetty van Oorsooi is een van de oudste Surinaamse bewoners. En gelet op haar leeftijd van 104 jaar is ze nog helder van geest en in goede gezondheid. Niet velen worden zo oud. Los van haar geheim om zo oud te worden, zegt ze dat het vooral door Gods genade komt dat ze gezegend is op deze leeftijd. God geeft mij genade, wat mijn geheim is. Ha, ik zeg, Heinekens. Ja. Ze is God dankbaar dat al haar kinderen nog in leven zijn. Ze heeft hard gewerkt om ze groot te brengen. Mevrouw Hetty woonde vroeger in de Verenigde Staten van Amerika, waar al haar kinderen nu vertoeven. Maar gezien haar hoge leeftijd kan ze niet meer vaak vliegen daarheen. Vier kinderen. Ja. Okay. Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Nee, vier meisjes. Vier meisjes? Ja. De oudste is 82 jaar. Is uw oudste dochter? 88. Oké, mooi man. En allemaal heb ik in het leven, maar ik heb geen kinderen begraven. Ja, dat is wel een zegen, hè? Nee, dat is een zegen, ja. Hetty Oorsooi is een geliefde bigisma van wie je veel kan leren. Familielid Landa Vasseur is blij dat ze Hetty in haar leven heeft. Ze noemt haar een parel. Ik vind het geweldig dat ze zo'n leeftijd heeft. En ze zegt vanmiddag, of daarnet heeft ze nog een hele psalm voor me opgezegd. En ze zegt van, vroeger woonde ze in Amerika, maar ze zegt ze kan het niet meer aan om in het vliegtuig dan naar Amerika te gaan. Die druk die ze had, dan krijgt ze, wat was het? Een tia. Ze had een tia, dus het is een beetje lastig voor haar dan om terug te gaan. Dus die kinderen gaan nu naar haar toe komen. Kathleen, een van haar achterkleindochters, is door oma Hetty opgevoed. Door haar ben ik de vrouw wie ik nu ben in deze samenleving. Heel veel van die opvoeding pas ik nog dagelijks toe in mijn eigen leven, vertelt Kathleen. Ze is een heel lief persoon. Toen we nog jonger waren, dan heeft zij de zorg van ons overgenomen. En er waren natuurlijk ook regels. Dus ze heeft ons wel goed opgevoed. Ja. Fonfon? Nee, maar is dat ik nog kan onthouden van de, wanneer we moesten eten, waren het 2 scheplepels met groenten. Dus meer groenten dan rijst? Meer groenten dan rijst, ja. En wat heb je meegenomen van die opvoeding naar jouw eigen leven nu? Zo, alle goeds dat ze ons heeft geleerd, heb ik dan meegenomen. En ik ben heel erg trots op haar. Ja, wilt u iets speciaals zeggen? Dat ze nog toch nog een beetje langer bij ons in ons midden mag blijven. En dat God er verder zal zegenen.